Please. Oh, ik moet de tijd zetten. Dit is niet zo'n droge boel. Helemaal verkeerd heb gemaakt. Ik ben namelijk gewoon de eieren vergeten. Oh, dit ziet er echt heel erg vies uit. Ja, je koolhydraten schrappen. Doe dat alsjeblieft niet. Koffie. Je wordt niet dik van koolhydraten. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Michelle en welkom op mijn YouTube kanaal. In deze video ga ik mijn 3 favoriete havermoutrecepten met jullie delen en ik ga ze ook voor jullie bereiden. En dit is ook nog eens mijn allereerste kookvideo, dus ik vind het extra spannend om dit te doen, maar ik heb er wel heel veel zin in. De 3 gerechten die ik voor jullie ga maken zijn hele lekkere chocolade-bananenpannenkoekjes, een gezonde carrot cake en ook nog eens lekkere blueberry muffins. Mocht je mij al langer volgen via social media, mijn Instagram account, dan komen deze gerechten hier waarschijnlijk al gelijk wel bekend voor. Want eigenlijk ben ik mijn Instagram account voorheen begonnen met deze gerechtjes maken. En post ik echt helemaal mijn Instagram account vol met lekkere nieuwe recepten. Maar de laatste tijd krijg ik weer veel vragen over of ik gezonde recepten wil delen. Of dat ik met havermout een paar leuke recepten weet. Dus ik dacht van, nou, laat ik gelijk deze video voor jullie maken. Want dan zijn jullie gelijk bekend dus met mijn favoriete recepten. En het is eigenlijk super makkelijk, want alle 3 de gerechten zijn gebaseerd op dezelfde ingrediënten. Vanaf die basisingrediënten voeg ik er een beetje andere dingen aan toe, waardoor het uiteindelijk een heel ander receptje wordt. Laten we beginnen. Mocht je met me meedoen, superleuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik zal sowieso hieronder in de beschrijving alle stappen stapgewijs erin zetten. Ik ga nu eerst beginnen met de 2 recepten die de meeste tijd innemen. En dat zijn de 2 overgerechtjes, dus de carrot cake en de blueberry muffins. Daar ga ik mee beginnen en gedurende dat die in de oven zitten, ga ik de pannenkoekjes voor jullie maken. Dus laten we beginnen. Voordat we trouwens starten, zet je oven aan op 200 graden. Ik heb hem aanstaan op boven onderwarmte. Eigenlijk werk ik altijd op die manier met de oven. Maar wil je het liever op een andere stand, kan dat wel. Maar dan gaat het wel anders dus met de tijd, hoe lang je erin gaat. En waarschijnlijk ook met de warmte. Dus kan je ervoor kiezen, zet hem op boven onderwarmte. Allebei de gerechtjes bevatten 2 eiwitten. 1 banaan. Een klein beetje bakpoeder. En daarbij gebruik ik wat almonds, sojamelk. En de basis is natuurlijk havermout. De havermout die ik gebruik zijn altijd net de iets grovere. Zodra je de Brinta gebruikt die helemaal fijn gemalen is, werkt in principe het recept niet. De hele substantie is anders. Uiteindelijk blijft het gerecht heel erg zacht, waardoor die inzakt. Ik heb deze video hiervoor ook al 1 keer proberen te maken en toen ging het helemaal mis. Nu heb ik dus gelukkig wel de goede, dus nu gaat het niet fout. Hij moet niet helemaal grof zijn trouwens. Het mag niet die grove zijn, want die heb je dus ook. Nou, er moet dus om en nabij 40 gram havermout in. Zoals je kan zien is deze wel iets fijner dan de echte grove, maar niet die hele gemalen. Daarbij doe ik dan 1 banaan en die ga ik helemaal pureren. Ik gooi trouwens het eigeel altijd weg, maar mocht je het willen bewaren, kan dat natuurlijk wel. Die kan je gewoon in de koelkast bewaren in een bakje. En dat kan je gewoon gebruiken als je eventueel brood wil bakken of zo. Maar ik zou het niet te lang in de koelkast bewaren. Ik ben het nu ondertussen ook gelijk voor het andere gerechtje aan het doen. Zodat jullie niet alle stappen dubbel hoeven te zien. Dus ik ben nu alvast met de 2e bezig. En wat ik nog wel even wilde zeggen is, ik krijg heel vaak vragen over afvallen, omdat ik diëtist ben. En daarbij stellen heel vaak jongeren mij de vraag van, ik wil dus graag afvallen, maar ik heb gehoord dat je koolhydraatarm moet eten om af te vallen. En kan je me daarbij helpen? En eigenlijk altijd komt het neer op koolhydraatarm of dat ze het willen of dat ze het hebben gedaan. Dat het uiteindelijk niet meer helpt of iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen dingen waar hij tegenaan loopt. Maar wat ik dus wil zeggen is, begin je dag altijd met koolhydraten. Het fijnste zou zijn is als er koolhydraten, vetten en eiwitten in voorkomen. Dat zou echt een ideaal ontbijt zijn. Sowieso de hoeveelheid van wat je eet op een dag moet grotendeels bestaan uit koolhydraten. Want heel je lichaam kan daarvan bouwen. Uiteindelijk, je eet eiwitten om bijvoorbeeld je spieren aan te maken. Maar daar zijn ook weer koolhydraten voor nodig om die energie daaraan te kunnen besteden. En
ja, uiteindelijk heb je dus overal voor nodig. Dus ik heb ook vaak dat mensen gewoon alleen maar eiwitten zitten te eten. Dat kan natuurlijk voor 100%. Maar ja, dat ze uiteindelijk veel meer eiwitten zitten te eten dan koolhydraten. En dat ze dan alsnog geen optimale spieropbouw hebben. Ja, nou dat komt dus ook daardoor. En sowieso, al je organen moet je daarmee onderhouden. Ja, er komt gewoon heel veel meer bij kijken. En ja, dus sowieso, wil je afvallen, eet gewoon normaal. Eet gewoon gezond. Wil je spieropbouw, eet gewoon normaal. Eet gewoon koolhydraten, vetten en eiwitten. En ja, ga niet dingen skippen. Ga geen dingen eruit halen. Want koolhydraten maken je ook gelukkig. Het maakt je gewoon vrolijk. Er zitten hele goede vitamines en mineralen in altijd in de producten. Skip vooral geen pasta en brood. Dat moet je gewoon niet doen. Dat is gewoon de basis. Alleen wat mensen wel vaak hebben is dat als zij genoeg koolhydraten eten, ja, dan gaat het op sommige plekken een beetje opzetten. Wat eigenlijk heel belangrijk is om te weten is dat wij voor meer dan 50% uit vocht bestaan. En koolhydraten houden vocht vast. Dus hoe meer koolhydraten jij eet, hoe zwaarder je natuurlijk ook wordt, want het houdt ook vocht vast. Dus je moet jezelf ook niet te veel wegen en je moet niet te veel naar die cijfers kijken. Je moet gewoon in de spiegel kijken en denken, voel ik me hier goed bij of niet? Weet je, dat is dan aan jou, maar ga niet je koolhydraten schrappen. Doe dat alsjeblieft niet. Dus deze informatie ga ik afsluiten met één zin en dat is, je wordt niet dik van koolhydraten. Je komt alleen aan als je te veel in je calorieën zit, als je meer eet dan dat je nodig hebt. Maar mocht je sowieso vragen hebben of dat je niet weet hoeveel je kan eten, je kan me altijd een berichtje sturen, je kan me altijd op mijn Instagram contacten en ik ga je hoe dan ook proberen te helpen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Dus vandaar, dit ontbijt met lekker veel Are you okay? koolhydraten, met lekker veel koolhydraten uit fruit. En de havermout. Mocht je hier anders over denken, kan dat natuurlijk. Maar ik ben afgestudeerd als diëtist en ik heb al deze dingen wetenschappelijk onderbouwd geleerd. Dus ja, ik weet het niet beter. Weet je het wel op een andere manier? Er zullen 100 andere manieren zijn. Maar ik ben gewoon meer van de basis. Ik heb eigenlijk best wel grote bananen gebruikt. Dus het is nu iets dunner. Ik ga er nu een beetje bakpoeder aan toevoegen. Ik vind deze eigenlijk best wel dun al. Vaak is het met havermout wel dat het wat dikker blijft. En eigenlijk dan doe ik er altijd almond aan toevoegen. Almond soja. Deze is echt wat dunner. Dus ik ga hier geen vocht aan toevoegen. Hier een klein beetje. Deze is nou ongeveer hetzelfde. Ik voeg er een klein beetje zout aan toe. Anders is het wel een beetje flauw. Mocht je dat niet willen, is het ook niet erg. Ik heb het ook heel vaak zonder zout gedaan. Maar toen ik het eenmaal voor mijn ouders ging maken en zo, zeiden ze toch nog van, ik vind het toch wel een beetje flauw. Dus vandaar dat ik het in deze video wel even maak op de lekkerste manier. Oké, dan gaan we dus nu beginnen aan de variatie. En voor de worteltaart heb ik dus wortelen gerapt. Om koekjes te rapsen en kaas. Dat zijn toch raps? Hier zit ongeveer 75 gram in en er gaat iets meer dan de helft in. Want ik hou een deel voor als topping eroverheen. Dat vind ik er heel gezellig uitzien. En daarnaast doe ik ook een aantal walnoten in. Ik doe ongeveer een klein handpalmpje erin. Let er wel op. Iedereen zijn hand is anders. Heeft een andere grootte. Dus ik hou altijd een gemiddelde handpalm aan. En dat is ongeveer zo. Ongeveer 20, 25 gram. Ik voeg er nu een aantal cranberries aan toe. Dan worden ze lekker zoet. En cranberries zijn hartstikke zoet van zichzelf. En dat is eigenlijk heel lekker om een gerechtje op een gezondere manier wat zoeter te maken. Ik heb nu dus allebei de gerechtjes af. En ik heb voor de muffins heb ik al 4 vakjes ingevet. Je kan het ook in andere vormpjes doen. Maar dit is ongeveer de vorm dus die ik gebruik. En voor de carrot cake. Ja, ik heb een meting van ongeveer 20 centimeter. Je kan het ook eventueel in een kleinere vorm doen. Maar het moet wel hoog zijn. Dan wordt het lekker zo'n hoog cakeje. En als het goed is, zakt hij wel nu weer een beetje in. Nou, we gaan het zien. Mocht bij jou het beslag wat te dun zijn, kan je er gewoon een heel klein beetje havermout gaan toevoegen. Het is niet erg om tussen de 40 en 50 gram te zitten. Ik heb het bij de blueberry muffins vond ik het wel heel goed. Maar ik heb het uiteindelijk bij de carrot cake wel gedaan. Want zoals ik al aangaf, die banaan was echt veel te zacht die ik ervoor gebruikte. Toen ik hem pureerde, merkte ik het pas niet daarvoor.
Dus daar heb ik ook geen vocht aan toegevoegd. Deze is helemaal goed gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Maar sowieso, doordat ik hem nu wat langer al heb staan, wordt hij ook alweer ietsjes harder. Dus dat is wel fijn, dat opstijvende effect van havermout komt dan wel goed van pas. Ik ga de blueberries nu hierin doen en dan gaan ze in de oven. Voor een gezellige look doe ik er nog een paar blauwe besjes op. Ik ga nu beginnen aan de pannenkoekjes. Oh, ik moet de tijd zetten. Ik stop ze erin, maar ik zet helemaal geen tijd. Oké. Nou, ik zet nu de timer op 20 minuten. Start. En dan ga ik nu beginnen aan de pannenkoekjes. En het beslag van de pannenkoekjes is in principe helemaal hetzelfde. Ook gewoon de brinta, een banaan. Ik ga trouwens nu wel een iets kleinere banaan doen. Want guys, de bananen die ik over heb, die zijn zo groot. Dus ik haal dit stuk eraf. Dus de ingrediënten voor de pannenkoekjes is in principe helemaal hetzelfde. Ik ga er gewoon havermout, 2 eieren, 2 eiwitten, die banaan goten en wat bakpoeder in doen. Mocht je de normale grootte van een banaan gebruiken en de structuur van de massa is echt wel ja, wat stug. Dat je denkt van, moet ik dit gaan bakken? Dit gaat helemaal uitdrogen. Dan kan je er sowieso gewoon een beetje vocht aan toevoegen. Ik gebruik dus sojamelk, zodat er net wat extra smaak weer aan toe wordt gevoegd. Maar je kan natuurlijk ook magermelk doen, halve melk. Ik ga nu zo aan de pannenkoekjes beginnen, maar die zijn echt in maximaal 5 à 7 minuutjes al helemaal gemaakt. Dus mocht je nu even tijd hebben voor iets anders, neem het. Je kan lekker eventjes gaan zitten, even wachten. Zit lekker in de oven. Ik ga eventjes mijn glas opdrinken. Even lekker zitten en dan ga ik zo meteen verder. Ik heb er nu ongeveer 3 eetlepel almond sojamelk in gedaan. Dus daardoor is de structuur nu iets smeuiger. Dus dat is echt top. Nu voeg ik er 1 lepel cacaopoeder aan toe. En ik heb er wel echt een kop op zitten, zoals je kan zien. Ik heb net de havermout eventjes wat langer laten staan, waardoor die wat dikker werd. En daarna heb ik weer een beetje sojamelk aan toegevoegd. En hierdoor is hij weer lekker wat smeuiger geworden. Hoe langer je hem laat staan, dus als je even naar de wc gaat of wat dan ook, hoe harder die wordt. Dus ik zou of gelijk heel snel handelen, of als zou je iets meer beslag willen hebben, maar er geen havermout aan willen toevoegen. Dan kan je hem sowieso even laten staan en dan voeg je er gewoon weer wat vocht aan toe en dan is die gewoon weer helemaal top. Ik ga nu bakken en volgens mij zijn de andere gerezen al bijna klaar. Dus ik ga nu even snel het in de pan leggen. Oh, de timer die gaat zojuist net af, dus ik ga nu gauw de overgerechtjes eruit halen. Nou, de carrot cake is gewoon helemaal goed gelukt. Ik laat hem alleen wel uit de ovenschaal nog eventjes goed afkoelen. Dus hoe langer ik hem laat afkoelen, hoe steviger die ook wordt. Dus die laat ik nu eventjes rusten. En de muffins, om in plaats van daar ook keukenpapier te gebruiken, heb ik ze dus met olijfolie ingevet. En eigenlijk al had ik mijn keukenpapier gebruikt, dan had ik ze nu al uit kunnen halen. Maar ik moet nog even wachten totdat ze iets steviger zijn geworden. Want als ik hem nu losmaak, dan gaat hij scheuren. Dus ik laat ze nog eventjes rusten. Oké, heel eerlijk, ik kom er dus net achter dat ik mijn pannenkoeken helemaal verkeerd heb gemaakt. Ik ben namelijk gewoon de eieren vergeten. Dat moet er wel in. Dus ik ga nu even heel snel, in de tijd dat ik eigenlijk geen wachten tot het af zou koelen, ga ik even die pannenkoekjes opnieuw maken. Want die zijn in principe eigenlijk altijd in 3 minuutjes al gemaakt. Als ik er even haast achter zet. En ja, echt zo stom. Anyway, mocht je nu gelijk willen doorgaan naar de decoratie, kan je gewoon doorspoelen. Ik ga nu eventjes pannenkoeken opnieuw maken. Be happy. Zo stom dat ik dit ben vergeten. Hoe kan ik nou de eieren vergeten? Ik wil het pakje opruimen. Want ik denk, ik ga gelijk opruimen. Zie ik ineens dat ik maar 4 eieren heb gebruikt. Oké, nu als laatst alleen nog 1 theelepel cacaopoeder en dan ben ik weer helemaal bij.
We hebben nu de substantie opnieuw. Nou, oké, dus dit keer met ei. En ik ga even bakken. Oh, wacht, ik ben zout vergeten. Een snufje, want ik ga hem nu heel snel bakken op dezelfde manier hoe ik hem ook net deed. Maar het is mijn deksel. Koffie. Deze draaien ook gelijk veel lekkerder rond. Tada. Ze zijn nu echt veel dikker. Ik vond het al zo anders. Het zijn nu echt een beetje richting American Pancakes idee. Dat ei is echt top. Dat moet je er echt niet uithalen. Want ze worden nou serieus echt veel dikker. Top. Ik ga hem uitzetten. Want de andere kant heeft nog korter nodig. Mmm. Top. Ik ga nu... Wat ging ik ook weer doen? Please. Thank God. De muffins zijn er goed uitgekomen. Je zou het in principe gewoon met olijfolie kunnen doen of ander soort olie. In principe doe ik dat altijd. Maar nu ging die gewoon ineens niet los. Dus ik denk toch dat, ja, dat ik hem toch... net één minuutje te lang erin heb gehouden. Zeker voor het onzekere, doe het anders gewoon met bakfolie. Want dan weet je sowieso, net bij mijn carrot cake, gaat die 100% gelijk los. Ik ga nu de gerechtjes decoreren. Ik ga ze decoreren op de manier hoe ik het vaakst doe. En ja, hoe ik het ook het lekkerst vind en hoe ik het gezelligst vind. En wat wel belangrijk is dat ik eigenlijk altijd Griekse yoghurt 0% gebruik. Ik weet niet... hoe deze zal zijn, maar ik wil eigenlijk altijd een dikkere structuur hebben. Je hebt heel verschillende soorten Griekse yoghurt op het moment. Maar je moet wel eentje hebben die echt dik is. En je hebt vaak die gezonde varianten, die neem ik heel vaak als ontbijt, die 2% of die 0%. Die zijn vaak heel dun en ja, ik vind dat niet zo mooi qua decoratie op dit. Want ik hou er gewoon van, net zoals met slagroom, dat het gewoon wat... ja, je cakeje, pannenkoekje moet opvrolijken en het gewoon leuk moet bijliggen. En niet als een boel dat er zo overheen hangt, laat ik het zo zeggen. Dus mocht je een andere yoghurt hebben, kan je er gewoon lekker natuurlijk yoghurt overheen doen. Of ernaast, kan je dippen, maakt niet uit wat je zelf wil. Ik ga kijken hoe deze yoghurt uitpakt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een beetje in de supermarkt zo zitten schudden om te kijken of die niet te dun was. En hij bleef... Are you sure you're okay? Ja, het lemertje gaat niet naar buiten. Dus ik denk dat die niet stevig genoeg is. Oh, krijg nou. Ik wil het eruit halen, maar er zit zo'n velletje op. Oh, dat ziet echt heel erg vies uit. Deze yoghurt is echt super gatver. Echt super dik. Heel lekker. Ook al staat er 0% op. Dit is niet zo'n droge boel. Dit zijn uiteindelijk de gerechtjes geworden. Ik heb ze dus nu gedecoreerd op de manier hoe ik het eigenlijk altijd doe. Maar je kan natuurlijk, wat ik al zei, helemaal variëren in eigenlijk de ingrediënten. Je kan hier alle soort fruit aan toevoegen. Maar met de chocoladesmaak vond ik banaan eigenlijk wel het lekkerst. Ja, en ook hetzelfde geldt voor de blauwe bessen. Daar kun je ook eventueel andere fruit in doen. Zelf vind ik heel lekker om er eventueel appel in te doen. En dan met kaneel of eventueel speculaaskruiden. Dan krijg je eigenlijk weer een soort gezond appeltaartje. En de wortelcake, ja, die kun je natuurlijk helemaal al variëren. Zeker voor dit gerecht hoef je niet per se wortel te gebruiken. Maar kan je ook eventueel banaan of appel of eventueel die blauwe bessen erin doen. In plaats van chocobanaanpannenkoekjes kan je natuurlijk ook een chocoladetaartje maken. Dus dat ligt helemaal aan jou hoe je het zelf wil. En zo zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik ga nu lekker een van deze maaltijden eten. Vond je trouwens deze video leuk? Laat het me vooral eventjes in de comments weten. En mocht je eventueel andere ideeën hebben voor een andere video of
Zou je willen dat ik een keer iets anders ga maken? Of juist de voorbeelden die ik net benoemde, dat je die toch nog graag in een andere video zou willen zien? Laat het me weten, dat vind ik heel erg leuk als je zo'n reactie achterlaat. Vergeet vooral deze video niet te liken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!